Ik vond het op de middelbare school al super interessant dat we naar school moeten. Allerlei andere verplichtingen hebben en ook onder allerlei invloeden staan. Vanuit familie, vanuit je vrienden, ook vanuit de markt. Eigenlijk moeten we van alles en worden we op allerlei manieren gevormd. Maar toch zijn we ook vrij om onze eigen keuzes te maken. Toch hebben we een zekere autonomie. En dat vind ik zo interessant aan gegevensbescherming. Want gegevensbescherming geeft eigenlijk een stukje autoriteit aan het individu. Iedereen heeft hier dagelijks mee te maken. We accepteren cookies, we installeren apps en we gaan telkens weer akkoord met de voorwaarden. En de overheid heeft besloten om wetgeving te maken waarmee we een beetje in bescherming worden genomen. Want het werd wel erg onoverzichtelijk om steeds die algemene voorwaarden weer te moeten lezen. Dus wordt er meer verantwoordelijkheid gelegd bij bedrijven en bij overheden. Natuurlijk, het is hartstikke goed om consumenten in bescherming te nemen. Maar hiermee zijn ze wel een stukje controle kwijt. Door die verantwoordelijkheid bij bedrijven en overheden te leggen, hebben consumenten iets minder de kans om te zeggen wat ze nou eigenlijk willen met hun gegevens. Waar mogen gegevens wel of niet voor worden gebruikt? Het is hierbij ook heel belangrijk, nu die verantwoordelijkheid dus bij bedrijven en overheden ligt, dat toezichthouders echt goed hun werk doen. Ze moeten eigenlijk toezicht houden op allerlei sectoren, allerlei overheden, allerlei verschillende soorten bedrijven die nu plotseling heel veel dingen moeten gaan doen onder de wet. En dat is voor hun lastig en ook voor de toezichthouder, want je kan gewoon niet alles in de gaten houden. Autonomie is een heel belangrijk thema voor het recht. Je ziet het terug in allerlei rechtsgebieden. En de gedachte hiervan is dat je zelf vrij bent om je leven in te richten zoals je dat zelf wil. Maar natuurlijk moeten we soms ook in bescherming worden genomen, bijvoorbeeld tegen onze consumptiedrang. En in dit geval gaat het dus om dat je aan de ene kant vrij bent om cookies te accepteren of die app te installeren of Facebook wel of niet te gebruiken. En tegelijkertijd zijn er gewoon dingen die ze niet met onze gegevens mogen doen. Ik vind het leuk om daarover na te denken. Wat betekent het nou eigenlijk om fundamentele rechten te hebben? En hoe verhoudt dat zich tot die eigen keuzevrijheid? Er zijn heel veel verschillende soorten onderzoek, dus het verschilt enorm. Net zoals dat er heel veel verschillende studies zijn, zijn er ook eigenlijk heel veel verschillende soorten wetenschappers. En zelf ben ik helemaal niet zo hyperanalytisch en op detail gericht. Ik vind het veel leuker om verschillende ideeën met elkaar in verband te brengen en om dat dan uit te werken. Dus het heeft meer iets weg van een brainstorm sessie. En die ruimte is er echt enorm als je interdisciplinair onderzoek doet. En daarom vind ik dit onderwerp van mij ook zo leuk. Faces of Science.